Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Roda, aflevering 17. En niemand minder dan Pierre Blättler, bij mij hier op de bank, te gast. Welkom Pierre. Welkom. Nederlands? Plaat, Nederlands, doe maar iets. Jij praat maar wat je wil, ik doe het Nederlands. Ja. 1985 was het volgens mij toen jij bij Roda JC kwam. Nee, ik was toen al 10 jaar bij... vanuit de jeugd was ik toch wel C-jeugd bij Roda. Dus ik was al een paar jaar bij Roda. Ja. Maar 85, 86 bij de eerste. Wat was jouw amateurclub? KVC Oranje. KVC Oranje, ja. Oké. Okay. En in de jeugd naar Roda? Ja, B-jeugd naar Roda. En toen 85, 86 bij de eerste aangesloten. Ja. Ja. Wat was jij voor een voetballer? Ik was een... de ene zegt een hardwerkende voetballer en de ander zegt een voetballende werker. Ik kon beide wel een beetje. Ik kon een beetje schoffelen, ik kon voetballen, ik kon een eindpas geven. Ja, dat laatste zit mij vooral bij van jou, die traptechniek. Ja, ik was wel een tweebenige speler, ja. Ja, ja, dat gaan we straks gaan we dat nog eens bekijken met wat oude beelden. Maar okay. Hoe oud was je toen je debuteerde in het eerste? Ik heb 85, 86 liep ik... een paar invalbeurten en 86, 87 het eerste seizoen onder Robbaan in het eerste. Ja, 19 jaar. Toen je debuteerde dan. Ja, toen ik debuteerde. Met die invalbeurt. Ja. Vroeger kon dat nog heel snel gaan, hè? Ja, je moet natuurlijk een beetje mazzel hebben. Hè? Er zijn heel veel talenten in mijn tijd die het dan net niet haalden. En soms moet je een beetje mazzel hebben dat het dan wel lukt. Ja. Hey, Pierre, en wat betekent Roda voor jou toen, nu? Nou, toen was het toch wel een traditieclub hier in het zuiden. Hè? Roda was toch linker rijtje, eredivisie. Ieder jaar goed meedoen, play-offs. Het leefde. Ja, alleen is er op een gegeven moment heel langzaam een kentering gekomen van steeds meer mensen van buitenaf. En ook de resultaten werden niet beter, dus het is allemaal een beetje minder geworden. Kom je nog regelmatig kijken? Ik ben de afgelopen vrijdag nog geweest. Ik kom niet iedere wedstrijd kijken, maar ik ben er wel regelmatig. Ja. Dus je ziet dit seizoen ook wel dat het wat frisser oogt en dat het allemaal wat positiever is. En... Ze hebben wat spelers die een verschil kunnen maken. Fluke is een leuke voetballer. Laat het ook gewoon bijna wekelijks zien. Ja. Ik vraag me alleen even of hij de stap verder naar Eredivisie wel aan kan. Want het is toch een klein mannetje. Als hij hem niet aan kan niemand hem aan. Nee, maar hij is wel handig. Je ziet het goed. En een winnaar. Daar scoren ze punten mee, om het even zo te zeggen. Dus ze draaien goed. Ik hoop dat ze de play-offs pakken. Ja. Hey, dan gaan we terug naar Kaleid toen jij begon. Hoe zag dat elftal eruit toen jij debuteerde? Nou, dat waren volgens mij nog wel in de tijd dat ik debuteerde met Jimmy Calderwood achterin. Piet Wilschut, Ron Jans, Wilbert Suverijn, Danny Hoekman, Jij Hansen, René Trost, Jos Smits op goal. Ja, dat waren toch veel mensen vanuit het zuiden, om het maar even zo te zeggen, met een paar mensen buitenaf. En toen kwam de generatie nog met ja, maar dus voertaal eigenlijk Kerkraads toen? Ja. In het trainlokaal? Bijna. Bij heel veel clubs is dat op een gegeven moment, dat is wat je ook wil zeggen, is dat gewoon Engels geworden. Ja. Nee, we hadden nog wel genoeg mensen hier uit de regio. Ja, en daar zaten wel wat... kijk, Peter van de Ven, nog even voor mijn tijd, die kwam uit Venlo. Uit L. Ja, daar ergens bij de Weert in de Bier. En Jos Daarde, dat was ook nog eentje hier uit het zuiden. Belgisch zuiden, die sprak ook nog een beetje dat. Dat waren wel goede mannen. Ja. Hey, we gaan dadelijk zien hoe goed jij kan voetballen met beelden van die tijd. We gaan eerst even sportief doen. We gaan naar de smoothiefiets waar onze rechtsback Stefano Marzo plaatsneemt om te trappen. Gezondheid! Stefano Marzo op de smoothiefiets. Hou je van smoothies? Ik vind het wel heel lekker, alleen heb ik altijd begrepen dat er veel suikers in zaten. Dus dat je het niet iedere dag moet drinken, zeg maar. Het zijn fruitsuikers. Hè? Daar zitten natuurlijk wel een paar calorieën in, maar natuurlijk veel minder als de toegevoegde suikers. Oké. Okay. Ja. Dus het is wel gezond, echt gezond. Fructose in plaats van glucose. Ik denk het wel. Oh ja. Precies, je hebt gelijk.
Maar wat gaat er in jouw smoothie? Dan zullen we toch maar voor wat zoets gaan. Hè. Blauwe bessen. Oeh, ja. Ja. De frambozen. De frambozen. Die doe ik er helemaal in. Ja. Ja, watermeloen. Ja? Ja, ja, ja. Ook een hoop. Ik ben ze allemaal in dit bekertje aan het doen. Zullen we dat eens hierin doen? Lijkt me makkelijker. En dan, wat wil je erbij? Yoghurt of verse jus? Nee, doe maar verse jus. Of allebei? Nee, verse jus. Geen yoghurt? Nee, ik denk nee. Dit wordt een hele vloeibare smoothie. Nou, zetten we hem hierop. Mag je hem even gaan fietsen? Oh, kijk. Oh, dat gaat vloeien. Dat gaat vloeien. De messen zijn geslepen, hè? Dat is voor een verdediger. Ja, dat is nodig. Ja, volgens mij is hij al... Is dit voldoende? Ja, ik denk het wel. Hij is klaar. Nou komt het belangrijkste. Kijken of hij ook lekker is. Ik ben benieuwd. De Stefano Marzo smoothie. Nou, dat is een keer proeven. Ja. Ja, niet verkeerd. Aanrader? Misschien moet ik zo wel eens beginnen, een smoothiebar of zo. Ja, na het voetballen. Ja, waarom niet? Ik bedoel, je bent 29, je kan er een paar jaartjes vooruit. Ik ben al 30. Ben je? Oh ja? Ik word gewoon normaal al 31. Maar bedankt, het is een compliment. Ja, maar dan is een smoothiebar een goede. Je ziet er jong uit, ja, inderdaad. Hey, ooit... begonnen bij PSV en ik zie, als ik het goed gezien heb, geen competitiewedstrijd, maar wel Europees bij PSV gespeeld. Ja, dat vond ik wel heel opmerkelijk. Ik heb daar één wedstrijd gespeeld en dat was inderdaad in de Europa League. En daar is het dan bij gebleven. Er kwam Manolev uiteindelijk voor jou het Die kwam in het veld, ja. Ja, klopt, ja. Manolev, ja. Ja, dat vond ik opvallend. Ik dacht, dat vind ik wel leuk. Ja, maar iedereen lacht altijd wel met Manolev, maar op zich was daar geen verkeerde speler. Ja, daar kwam door René van der Gijp natuurlijk, ja, precies. Maar dat was zeker een goede speler. Ja. Als je zo lang international bent. Voor ja, daarna heeft hij nog een mooie carrière gehad. Ja. Dus, ja. Hoe lang ben je nou bij Roda? Dit is mijn tweede seizoen. Bevalt goed, hè? Vul ik even in. Nee, ja, ik kom natuurlijk ook uit Belgisch Limburg en dan kom je in Nederlands Limburg terecht. Dus toch, ja, dat hangt toch wel dicht bij elkaar. Ja. Dus dat is wel fijn om in terecht te komen. Dus, vind je dat wel belangrijk, de sfeer? Ja, ik heb toch wel bij clubs gezeten waar dat de sfeer toch wel anders was. En ik heb dan ook in Friesland gevoetbald. Heerenveen. Ja, dat is de mensen toch anders. En dit leunt wel heel dichtbij van waar ik zelf vandaan kom. Dus ja. Dat is wel fijn. Dan heb je ook een beetje Italiaanse roots. Mijn vader is Italiaans, ja. Ja, merk je dat ook in het eten? Want ik ben gek op alle eten, maar vooral Italiaans. Ja, thuis eten we wel, ik woon nu niet meer thuis, maar aten we wel vaak pasta in de week. Dus dat zat er zeker wel in, ja. Ja, lekker man. Ja, maar te veel is natuurlijk ook niet goed genoeg. Maar. Wat is nou jouw moeilijkste tegenstander geweest? Als je moet zeggen, daar heb ik het altijd lastig tegen. Gewoon moeilijkste tegenstander? Moet ik even denken, ja, wie gaat het geweest zijn? Ik denk dat Depay wel een lastige tegenstander was bij PSV een paar jaar geleden. Dat is een topper. Ja, dat zijn wel aardige tegenstanders. Ja. Die wel redelijk onberekenbaar was en die had fysiek ook alle voorwaarden. Dus dat was wel een lastige, ja. Ik vind als ik jou zie voetbal altijd een goede balans tussen echt het verdedigende en het aanvallende. Want je wil ook nog eens graag mee naar voren gaan. Klopt. Maar meer gedoseerder als aan de linkerkant Absalem. Ja, ik denk dat een kwaliteit van mij is om je eigen kwaliteit te kunnen inschatten. Wellicht de belangrijkste kwaliteit. Ik denk dat dat zeker een belangrijke kwaliteit is, omdat je dan zeker jezelf niet gaat overschatten. Je moet jezelf ook niet onderschatten. Maar ja, dan weet je wel wat je kan en wat je niet kan. En dat is belangrijk op een voetbalveld, om je in bepaalde situaties goed te kunnen herkennen van oké, nu ga ik best dit doen. In een andere situatie kan je misschien iets meer risico nemen. Ja. En eind van het seizoen, Stadhuis, zit dat er nog in? Ja, er is nu wel een kloof tussen de eerste en de eerste tweede en ons. Maar goed, ja, we hebben nu een mooie serie wedstrijden en afhankelijk daarvan kunnen we misschien... We zien of we iets dichterbij zijn gekomen of niet. En, maar veel hangt af van de komende weken.
We gaan het beleven. En ik zelf zeg, ik heb goede hoop. Ik roep al vanaf het begin van het seizoen. Rode JC heeft een team wat kan promoveren. Ja, zeker genoeg spelers met veel kwaliteit. En nu met publiek erbij zal ook wel weer een stuk schelen. Zeker in wedstrijden waarin je in die laatste minuten misschien een overwinning over de streep moet trekken. Ja. En dan kan zo'n publiek wel belangrijk zijn. Succes. Dank je. En smakelijk. Ja, heel bedankt. Ja, de Stefano Marzo smoothie. Lekker. Maar volgens mij, Pierre, heb jij liever een biersmoothie? Nee, ik drink geen bier. Ik drink geen alcohol. Ik rook niet, drink niet. En toch een beetje te veel kilo's. Hoe kan dat? Vertel het mij eens. Ja, ik vind eten lekker. Ik vind eten lekker. Dus, ik vind eten lekker. Ja, je geniet van het leven. Ja, precies. Maar daar hoort bij jou geen alcohol bij dus? Nooit? Nee, of, nee ik heb geen biertje gedronken, nee. Oké. Okay. Ja, waarom ik dat dacht? Ik weet niet, je zag er gezellig uit. Ja, net als ik. Ik ben net zo gezellig zonder biertje. Ja. Nee, als we de beelden ook oppakken, een beetje chronologisch in de Roda-jaren, dan hebben we, en ik bouw het ook op om te laten zien dat jij met alle lichaamsdelen bijna kan scoren. Ja. We beginnen in 1986, Roda JC Fortuna. Speelt tegen zijn oude ploeg. Verdere motivatie lijkt niet nodig. Maassen, bal afgepakt door Suvrijn. Jans opent op Hansen. Voorzet, kopbal, doelpunt. De jongste van het spel bij Roda. Blattler komt in na een echt uitgespeelde aanval. Afgesloten met de voorzet van de rechterkant van Jan Hansen. Pierre Blattler, 1-0, 14 minuten gespeeld. Het eerste wat hij zegt is, kijk die broekjes. Ja, fantastisch toch? Die, ja, die geweldig. Geweldig. Hé, maar jij duikt als een echte spits op bij de eerste paal. Terwijl je toch echt een middenvelder bent, hè? Ik was een offensieve middenvelder. Ja. Ik kwam wel regelmatig in de 16, ja. Ja, dat was toen met diepgaande spelers als Suvrijn was dat wel wat speciaals, ja. Ja. Maar koppen, ik denk niet dat jij 5 kopgoals hebt gemaakt in je carrière. Nee, ik heb er niet zo heel veel gemaakt, maar dat was wel de eerste. Ja. Ja, en de mooiste. Ja, en in de derby, dat is toch altijd speciaal, hè? Ja, nee, klopt. Ja. We gaan een jaartje verder, 1987. FC Utrecht tegen Roda JC. En Pierre in actie weer. Je ziet ook Blattler weer gaan. Ik zei dat hij goed kon schieten, dat bewijst hij hier. Even een kansje. Het is raak, het is weer gelijk. 15e minuut, 1-1. Slordigheidje bij Utrecht achter. Van der Meer stond bij Meijer en die deed niet mee, maar wel Blattler. 1-1. Ja, je zegt het net zelf, diepgaande middenvelder, dat blijkt weer. Ideaal, ja. Ik heb die goal ook uitgekozen om die bal die stuit op een bepaalde manier. De meeste rossen die in de sprint het stadion uit. Ja. Maar je hebt dan toch die beheersing over die bal. Ja, nee, goed. Je moet in ieder geval richting doel. Hè. Dat is wel een beetje, als je gaat trappen, de manier om te scoren. Dus een beetje overleg mag er wel in zitten, ja. Ja, maar jij, volgens mij is dat een kwaliteit van jou dat jij bij je traptechniek, dat je altijd rustig blijft. Hè? En het goede moment afwacht om die bal te raken. Terwijl veel spelers die voelen zich dan gehaast en die raken die bal dan te snel. Ja, heel veel willen ze ook te hard. Hè? Ja. Hard was vroeger mooi, maar je moet er gewoon in. Ja. Ja. Maar wat is het geheim dan van die traptechniek? Heb je dat veel geoefend? Nou, jij hebt ook gevoetbald. Sommige dingen kun je niet leren. Dat zit er gewoon een beetje in. Hè? De een trapt beter met links, de ander met rechts. Het is en jij bij beide benen? Ja, maar ook, dat kun je niet echt leren. Je kunt het wel veel oefenen, maar als het er niet in zit, dan wordt het toch moeilijk. Ja. In die tijd, 87, 88, was je echt naam aan het vestigen. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik het opzocht, had ik echt zoiets. Hé, dat wist ik niet. Jij bent 2 keer geselecteerd voor het Nederlands elftal. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik ben wel 1 keer in het bekende Huis ter Duin geweest. Ja? Op de kamer met Jan Wouters in een voorbereidingswedstrijd tegen Weelt. Maar ben helaas nog afgevallen met Hendrik Kruse en Adekoot.
Ja. Oh, ik dacht twee keer tegen Wales en West-Duitsland. Nee, ik heb wel tien keer met Jong Oranje gespeeld en de Rubens-elftal. Ja, ja. Maar Jong Oranje, geen haasje voor Pierre. Nee, ja, dat wist ik, dat je niet gespeeld had, wist ik, maar ik dacht dat je er twee keer bij was. Nee, ik heb wel de voorbereiding één keer meegemaakt en een oefenpotje tegen de amateurs. Ja, maar dat zegt toch iets over jouw status? Ja, ik heb ook, ik was er heel kort bij. Ja. Ja, alleen komt toen die vervelende voetblessure, hè, die Achillespees hier gescheurd is. Heb je een jaar mee draaid? Wanneer was dat? Ja, volgens mij was dat in die tijd, hè, 87, 88. Ja. En toen je terugkwam van die blessure in het elftal, dat was in de Jan Reker tijd? Ja, ja. Nou goed, er waren natuurlijk in dat jaar een hoop nieuwe spelers ook gekomen. En uiteindelijk was het dan zo dat ik niet echt een klik had met Jan Reker, ook niet met Willy van der Kuilen. Omdat het gaf mij niet het gevoel. Terwijl je Willy van der Kuilen, traptechniek, dan denk ik van die twee moeten de beste vrienden zijn. Ja, ik was eigenlijk best goed met Michel Boerbach in trappen, want die had ook wel een aardige trap. Ja, nou. Dus wij zaten daar wel een beetje mee te spelen, ja. Ja. Maar je hebt die successen mee, je hebt Europees gespeeld, Guimarães, Monaco, Kharkov heb je gespeeld. Dan denk je van, hey, dat is die voelt zich daar op zijn gemak, maar dat was dus niet. Nee, het was voor mij zo dat ik onder Jan Reker niet het gevoel kreeg dat ik gewaardeerd werd zoals in de jaren ervoor. Ja. En op een gegeven moment moet je gewoon een keuze maken. Er kwam een aanbieding uit Zwitserland. Ja, en dan moet je gewoon ja zeggen en doen. Dus ik had het eigenlijk wel met Jan Reker gezien. Zijn keuzes, maar ik kon er niet goed mee leven. Maar speelde je ook minder dan onder hem? Ik kan me nog een uitspraak herinneren dat hij tegen mij zei van Pierre, je hoort bij de beste elf, maar ik heb alleen maar links buiten vrij. Ja, dan geeft mij toch zoiets van, ik ben geen links buiten. Nee, dat is duidelijk. Ik speelde volgens mij nog helemaal niet verkeerd, maar ja, dat klikt toch niet. Ja, helaas. Nou, voordat de wegen scheiden tussen Roda of Reker aan jou, moet ik misschien in dit geval zeggen, speelde je nog een wedstrijd uit bij ADO om aan te geven dat je zowel rechts als linksbenig bent. Lettler. Vrij Hofman. Dat kan ook, en dat is beter. Stam. Er leek daar niet helemaal op te rekenen. Hofman trok de aandacht aan de linkerkant, vrij als hij stond, maar Lettler zag de ruimte en werd niet aangepakt. En toen passeert hij ook Stam. Pierre Lettler, 1-0 Roda. Twee sterke benen. Ja. En weer een leuke goal. Ja. Ik heb er misschien een stuk of 10 gemaakt bij Roda. Ja. Ja, waren een paar leuke tussen. Ja. Ja, nee, absoluut. Maar je ging naar St. Gallen. Waarom St. Gallen? Hoe ging dat in die tijd? Kees Brechtman was een vriend vanuit de Schalke-tijd van Koert Jara. Nou, via Brechtman kwam Koert Jara te weten dat ik ook een Zwitsers paspoort had. En als je dan naar Zwitserland ging, was je dan geen buitenlander. Zodoende is die connectie ontstaan. En, dus jij hebt een Zwitsers paspoort, dat wist ik niet eens. Ja. De naam Blesmer is natuurlijk. Nee, dus inderdaad. Maar had ook zomaar kerkraad kunnen zijn. Het is, ik ben in kerkraad geboren, mijn vader is een hele geboren, maar gewoon paspoort geërfd. En ik ging naar Zwitserland omdat ik de kans kreeg. Eerstens weg bij Roda, CQ Reker. Nieuwe uitdaging. We doen het gewoon. Ja. Ja. Voor de mensen hier bij je toen, want er was nog niet zoveel beelden als tegenwoordig, ben je volledig uit beeld geraakt. Ja. Maar je hebt daar volgens mij bij St. Gallen een prachttijd gehad, hè? Ja, St. Gallen speelde toen ik er kwam in de degradatiepool. Een soort play-offs voor de promotie-degradatie. Nou, die hebben we heel makkelijk overleefd. En het seizoen 91-92 was voor St. Gallen en voor mezelf een topseizoen. St. Gallen, soortgelijk stadion als hier, het Parkstadstadion. 10.000 mensen, succes. We kwamen in de pool voor kampioenschap. We deden mee, we konden niet meer degraderen. Ja, het liep als een trein toen. Ja. Ja, een vol stadion en een excellerende Pierre Blettler hier in de wedstrijd tegen FC Wettingen. Kijk,
Minuten später war es soweit. Nach 388 torlosen Meisterschaftsminuten fiel Saisontreffer Nummer 1 für den FC St. Gallen. Der Holland-Schweizer Pierre Blechler überraschte Goalie Nicora mit einem cleveren Lobball. Ob der schöne Treffer die Position des Trainers Kurt Jara wohl gestärkt hat? Die Trainerfrage jedenfalls bleibt aktuell. Entscheidungen werden allenfalls erst morgen getroffen. Ja, Junge, das ist gefühlvoll. Ja, ja, nee, maar goed, dat is niet alleen maar zien, maar ook nog doen. Hè. Ja, dit is een fantastische goal. Ja. Maar het viel me ook op, in die tijd, Zwitserland, dat stelde in mijn gedachten niks voor. Als ik nou zie hoeveel volk daar zit. Ja, St. Gallen had gewoon iedere week volk, 10.000 mensen. Grasshoppers, Sion, Lausanne, dat waren toen de grote clubs. Ja. Dus als die in Nederland meededen, werden die ook bij de eerste 5-6 vielen die wel, liepen die ook wel rond. Ja. Dus zo slecht was het helemaal niet. En hoe was jouw leven daar dan? Nou goed, wij trainen ook gewoon net als hier, 2 keer per dag. En, maar had je een beter contract als hier dan daar? Ik zal het even zo voorstellen. Als je bureau daar 5.000 verdiende en in Zwitserland 10.000... Dan is dat hetzelfde met wat je opmaakt daar? Dan word je niet echt rijk. En ik ben ook niet echt rijk geworden. Ik heb het gewoon 2,5 jaar goed gehad in St. Gallen. En meer niet. Maar je bent pas terug geweest naar Zwitserland. Hè? Was ik, dat bij naar St. Gallen? Een reunie ook? Ja, ik heb een reunie georganiseerd met een elftal in 1991. President erbij, verzorger erbij, buschauffeur erbij, diverse spelers, wel maar met 25 mensen. Ik uit hier uit Landgraaf geregeld. En St. Gallen had het goed opgepakt, een reunie gestart. Hapje, drankje erbij, vrijkaart erbij, alles top geregeld. Ja, en dat waren dus 30 jaar geleden dat ik er was. Ja, ideaal. Ja, was mooi. Herkenden ze je? Ja, ja, goed. Ik ben de Pierre. Nee, ik moet zeggen, er waren er een paar bij die waren nog goed fit. Dus fitter dan mij. Ja. Ja. Dus, maar dan ook geen drankje? Nee. Nee, ik heb nog nooit gedronken, Marie. Ja, ik heb ooit in mijn, laatste weken bij, of laatste maanden bij Roda JC, kreeg ik ook een aanbod uit St. Gallen. Kon ik naar St. Gallen? Moest ik hier toen bij Kuijer komen van, is een aanbod binnen. Oké. Okay. Toen heb ik dat even besproken en toen zei mijn fysio nota bene, die zei, wat moet je in St. Gallen als je daar zat bent en dan rol je zo van die berg af. Maar vandaar dat jij niet dronk natuurlijk. Nee maar het is volgens mij Edwin Vurens is als Nederlander nog naar St. Gallen geweest. Ja. Ja. Ja, het was niet zo'n succes als bij mij, maar goed, ik kan niet altijd... Ja, en koppen links, rechts hebben we gezien. Ja. Dat hij hard kon schieten, dat zien we nou. Man begann sich in St. Gallen schon mit dem leistungsgerechten Unentschieden anzufreunden, als Pierre Blättler noch einmal sein Golfbüßchen hervorzauberte und mit diesem Prachttor Dorman Wörth zum zweiten Mal bezwingen konnte. Saisontreffer Nummer 5, Marke Extraklasse. Ein Tor, das man nicht alle Tage sieht und das wir Ihnen gerne noch einmal zeigen. Und weil es wirklich einzigartig war, gleich noch einmal. Wat een boeier, Pierre, ja, man. Ja, 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 één keer in het leven heb je er zo eentje bij. Ja, dat is deze. Ja, die heb ik nooit gehad, hoor. Voor de duidelijkheid. Ja. Nee, geweldig, hè? Nee, staat er goed in. Ja. En dan die buikschuiver dan, geweldig. Was een goede tijd in St. Gallen. Maar top. Voor jezelf, was je toen op je best? Ook dat, ik was in 91, 92 met St. Gallen, hadden wij een topseizoen. En er was ook weer wat sprake om mogelijk weer wat vooruit te komen. En grashoppers blijkbaar, en Sion. Ja, totdat hij de voorbereiding een kruisband scheurt. Dus dan was het weer afgelopen met me. Ja, want dat is het verhaal, hè? Ja. Je bent heel vroeg moeten stoppen uiteindelijk. Je hebt, na St. Gallen heb je nog FC Zürich en FC Baden een jaar. Ja, ja. Maar door die kruisbandblessure weinig succesvol kunnen zijn. Ja, helaas. 2 keer blessures gehad en dat was 2 keer een jaar. En met 29 geloof ik al moeten stoppen. Ja. Veel te vroeg, man. Hè. Ja, is niet anders. Hè. Nee. Je kunt wel veel willen, maar... Nee, ja, dat weet ik. Op, hè. Bedoel, zonde. Helaas. Echt zonde. We hebben heel veel doelpunten gezien. Penalties heb je natuurlijk ook nog overal genomen. Had ik zoiets, die laat ik weg. Ben ik dan nog eentje vergeten? Ik was nog eens een keer bij het doelpunt van de week. Bij Roda? Bij Roda, een thuiswedstrijdje tegen Den Bosch. Nou, laten we die ook hebben. Smeetsmeijer,
Suffrein gaat. En Eichhorn stonden ze in de weg. Smeets. Daar komt Blattler. Kan het ineens uit de lucht? Ja, het kan. Dat is goed gewacht. Door Blattler. En hij scoort. Vrij. 2-1 Roda in de 10e minuut naar rust. Ja, Pierre. Doelpunt van de week. Ja. Lekker, hè? Ja. Ja. Ja, is dat er goed, hè? Ja, toch? Welk jaar was dit? Volgens mij ook 86, 87. Ja, was misschien het begin. Begin. Ja, heerlijk. En, ja. En zag je ook hoe vol Kaleide was? Ja, maar goed, dan was het ook... Tegen mooi. FC Den Bosch, hè? Het was sfeervol, het was... het leefde toen veel meer. Ja. 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 Dus in principe, je hebt met alle lichaamsdelen gescoord. Ja. Je hebt een mooie tijd bij Roda gehad. Je hebt een fantastische tijd bij St. Gallen gehad. Ja. Helaas heeft het niet lang genoeg mogen duren wat dat betreft. Ja. Sta je wel met mij op het stadhuis als we dadelijk hier de promotie vieren? Ik wel, joh. Jij mag me bellen. We zien je de volgende thuiswedstrijd weer. Goed. Ik bedank jou voor de komst. Maurice, graag gedaan, joh. Jullie bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, adieu. En nog even een speciale dank voor Ivo voor de prachtige beelden uiteraard die iedere week aanlevert. Adieu, hoi.